Welkom bij Leo. Hebben we eigenlijk een soort van Monkey Town in huis gemaakt? Heb je die weggegooid? Ja. Nou! Maar rond 1 uur hoor ik Jessie ineens echt heel... ik vond het wel een beetje spannend. Ik denk, dit is niet goed. Opa Gino! En opa Gino die komt zo meteen met Laura uit Italië. Ti presenta questa Laura, mia cugina. Ciao! Zo goed voorbereid als dat wij altijd zijn. Zijn we beland. Super tof. En zo benieuwd hoe ze eruit zien. Het kostte wat, maar dan heb je wat. Hè? Precies. Ja, dan heb je dus René op de knieën. Uitpakken, boren, ophangen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij Leonie Video. Zo, die deed jij echt supergoed. Wow, trots op jou. Wat ga je vandaag laten zien, Jessie Silver? Ik ga laten zien met melk in die beker en siroop. Oh, want je hebt iets nieuws uitgevonden, hè? Ja. Want we deden eigenlijk altijd water met een smaakje. Maar toen zei ik, het kan ook melk met een smaakje. En dat vond hij heel lekker, hè? Ja. Dus ga maar laten zien hoe jij dat dan doet. Er zit nog een beetje melk. Ja. Maar je mag hem wel wat meer doen. Oh, ik dacht dat... Laat het maar zien. Goed het bekertje vasthouden. Siroop. En wat voor smaak siroop? Oh. Niet zoveel. Oh, op mij. Oh nee, joh. Hij is echt gewoon... Mama leeg. Ja, jij doet er veel te veel in. Nou wordt hij heel erg zoet. Oké, en dan? Dit. Echt heel lekker. Ik hou van heel veel zoet. Super lekker! Nou, we hebben dus wat nieuws uitgevonden. En op deze vroege dag... We zitten nog steeds in onze pyjama. Gewoon geen zin om aan te kleden. Hebben we eigenlijk een soort van Monkey Town in huis gemaakt? Hè? Laat maar even zien wat je hebt gedaan. Oké. Zo. Alle kussens van de bank. En let op. Let je op. Ja, dus de bank is helemaal leeggehaald. Dus altijd wel even een goed moment om de kussens weer gelijk te zetten. Want kijk, hier steekt hij dan weer uit. Zit hij dan weer niet helemaal goed erin. En zoals je ook ziet, gelijk om even te stofzuigen. Dus misschien haal ik even alles eraf. En ga ik even de onderkant van de kussens stofzuigen. Want ik denk dat het altijd een verrassing is wat je daartussen onder tegenkomt. Hey Jessie Silver, had jij nog wat in jouw schoen vandaag? Ja. In jouw slof. Nee. Wat dan? Wow, die was goed. Hij ging lijken, hij ging vallen. En je had ook nog een brief in je schoen, hè? Van, ja. Want Sinterklaas had je tekening gezien. Ja. En toen kreeg je ook een briefje terug van Sinterklaas. Welk briefje? Je hebt toch een briefje voorgelezen? Van Sinterklaas. Had toch wat geschreven naar jou? Oh. Oh, ja. Leid je aan geheugenverlies, jij? Ja, maar waar is de brief dan? Die hebben we opgeruimd, schat. Die hebben we alweer weggedaan. Heb je die weggegooid? Ja. Nou! Wat ging je ermee doen dan? Ik ging er gewoon mee zoeken. Oh. Excuses. Ik denk, je hebt het gelezen, dat vind je niet meer belangrijk. Ja. Sorry. Waarom doe je dat nou?
zo. Doe maar even voorlezen. Hij is kapot. Doe jou! Sorry. Mijn welgemeende excuses, meneer Politi. Zullen we K3 kijken? Ja! Yay! Goedemiddag. Het is de volgende dag. Jessie Silver die is gisteravond ineens eigenlijk een beetje ziek geworden. Ik ging rond 12 uur naar bed of zo. Het is redelijk laat. Maar rond 1 uur hoor ik Jessie ineens echt heel, heel lelijk hoesten. Echt zo'n blaf. Echt zo'n keelhoest, zeg maar. Maar ik vond, hij was ook echt een beetje aan het piepen met ademen en zo. Dus ik maakte me echt wel een beetje zorgen. En daarom hebben we hem maar in bed genomen. Ja, ik vond het wel een beetje spannend. Ik denk, dit is niet goed. Hij had geen koorts, maar zijn hartje ging tekeer als een gek. En dus ik zat echt te twijfelen of ik de huisartsenpost moest bellen vannacht. Nou, uiteindelijk hebben we het even aangekeken. Kijk, normaal gesproken slaapt hij eigenlijk niet bij ons in bed. En als hij dat er doet, dan zijn we er na een half uur alweer zat. Want hij blijft echt voor geen meter liggen. Maar nu was hij echt gewoon rustig gaan liggen. En ik voelde echt zijn kussen zeikensnat. Maar ja, toch maar naar de opvang gebracht. Naar de gastouder. Want hij had geen koorts, geen corona. En hij leek wel weer wat vrolijker. Wij natuurlijk ook niet al te best geslapen. Maar toen werd ik gebeld om toch maar even te kijken of we Jesse Silver eerder op konden halen. Want hij was echt zichzelf niet. Hij was vooral aan het hangen op de bank. En ik heb Jesse Silver maar eerder opgehaald. En we hebben hier even wat gegeten en nu ligt hij lekker op bedje. Hopelijk knapt hij snel op. Maar hij zegt wel dat hij veel pijn aan zijn keel heeft. Dat hoesten, dat is echt niet prettig. Dus we houden het zeker in de gaten. Of we misschien alsnog de huisarts moeten bellen. Hele goede morgen. Jessie die zit zoals je ziet lekker te spelen. Die vermaakt zich prima. Hè, Jess? Ja. Lekker aan het spelen. Ja. We krijgen wel eens reacties over het feit dat we veel met telefoon of tablet aan tafel zitten en dat soort dingen. En dat... dat het zielig zou zijn voor kinderen en dat we niet aan tafel even de dag doorspreken of dat soort dingen. En dat Jessie zich niet zou kunnen vermaken in zijn eentje. Hoi. Papa. En dat vond ik wat kort door de bocht. Dus in plaats van een reactie te geven op die reactie dacht ik, laat het zo even zien. Want het is natuurlijk, vergeet niet dat je maar een klein stukje ziet van onze dag, van wat we laten zien. En als er iemand kan kletsen, dan is het Jessie wel. Hier? Ja? Kijk. Nee, ja. Kom eens. Ik kom kijken. Kijk. Ja? Oeh, wat heb je gemaakt dan? Ik heb een heel gemaakt voor de trein. Oh, een Mickey trein. Ja. Heel mooi. Zie je waar die is? Ja, waar is die? Ja. Oh! Zie je het zicht? Ja. Is dat Mickey? Hij maakt ook leuk, kijk. Superleuk. Hey, papje is klaar. Papje, Jessie! Nou. Goed. Ja. Zo, wij zijn helemaal fris, fruitig aangekleed en wel. Mm-hmm. Lekker in bad geweest. Ja. Nageltjes weer geknipt. En daar is opa Gino. En opa Gino die komt zo meteen met Laura uit Italië. Superleuk. Dat is mijn achternichtje, achternichtje volgens mij zelfs. Onwijs leuk dat ik haar mijn huis kan laten zien. Dat ze hier is. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Want misschien Paleis Noordeinde laten zien. Of in Scheveningen zijn ijssculpturen. Ook heel erg leuk. Jessie die wil graag de tv wat harder hebben. Want die zit tv te kijken. Ik heb ook nog eventjes wat was weggevouwen. Dat was ook nodig. Och, die bank die ziet er ook weer uit. En wat ook heel erg leuk is, om jullie te laten zien, dat
de verf binnen is. En dan zie je eigenlijk niet veel anders dan wat we van de week hebben laten zien. Nou, daar is het licht. Een blik verf. Wat grappig is, want dat wist ik dus niet, dat de pigmentpoeder er los bij zit. Kalkverf 100% ecologisch rosso voor 4 liter. En hier lijkt het dan weer heel erg orange. Ik denk dat ik eventjes een lekker papje ga eten met noten en rozijnen. Bakje koffie erbij. En dan is het eventjes wachten. Ze zouden om 11 uur komen. Het is volgens mij 11:15. Ik zie wel, ik weet niet of je dat goed kunnen zien. Volgens mij wel. Dat misschien hier. Nee. De stoepen aan de overkant liggen. En inmiddels aan deze kant ook bijna helemaal. Het is in ieder geval droog, waar er gezegd was dat het 100% zou gaan regenen vandaag. Dus dat is een meevalletje. Ja, eten. Laura, non ti dà fastidio la camera? No. Assolutamente no. Het bezoek is gearriveerd. Figurate io. En dan krijg je gelijk een cadeautje. Ti presenta, questa è Laura, mia cugina. Ciao. En opa, hij zei, ik zei gisteren, ik zeg opa die komt morgen. Hij zei, alweer? Dit was toch al van de week hier? Ja. Detto ieri, domani viene nonno. Die zei, di nuovo? Ma già è venuto settimana fa. En dan krijg je gelijk een cadeautje. Un regalo. Piccolo. Piccolo. La Roma. Heb je al dankjewel gezegd tegen Laura en Jessie? Dankjewel. Mooi. Dankjewel. En wat is dit? Dit hangen. Nee, Jessie. Wat is dit? Jessie. Lego. Ja, helikopter denk ik. Helikopter. Hé hey Jess, Laura verstaat geen Nederlands, dus moet je eigenlijk zeggen grazie. 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 Prego. Prego. Hé hey Jessie. Ja? Wat is dit nou? Krijg je allemaal cadeautjes? Luister. Ja? Dit is een kaartje voor jou. Ja? En daar staat... To Jessie Silver. What a wonderful name. Ja. Dus iemand vindt jouw naam heel mooi. Luister. Happy Christmas. We hope Father Christmas brings you some nice presents. Big hugs, Sally and Les. Hey, adesso apre. Oh! Wow! Je hebt een hele boekenverzameling. Draai naar zon, want je hebt hem op zijn kop. Zijn het er 2? Voilà. Ja. Paddington's Christmas Post. Dat zijn Engels boeken. René opgaat. Ja. Teletubby. Wie ben jij dan? Po. Reno. We zijn gezellig in Scheveningen, want... Als een goede toerist zijnde moeten we natuurlijk naar Scheveningen. Er zijn de ijsculturen, dus we gaan eventjes wat ijs checken. Zo goed voorbereid als dat wij altijd zijn, zijn we beland in de speelhal. Want de ijsculturenhal was nog niet open, 2 december was. Ja, daar hebben we veel gedaan, hè? Waar? Waar? Oh ja, Mallorca, hè? Dus, nou, Jessie een beetje vermaken met lampjes en geluidjes. Hele cameraploeg eromheen. Oh! Oh!
was het. Ja. Was superleuk om Laura in het echt te zien. Zo. Goh, leren. Zo, fel lichtje. Zie niks meer. Ja, wel leuk hè? Ja, want je spreekt elkaar natuurlijk wel online en zo. Dat is wel het mooie van internet, hè? Gewoon iemand die familie is en in Rome woont. Ja, absoluut. Want zij en Sionesta eigenlijk, hè, de broer van mijn vader, ja, zijn de twee meest actieve. Die kant op. Ja, dan is het extra leuk dat jullie elkaar nu ook in het echt gezien hebben. Ja, precies. Nou, de kleine man heeft het ook leuk gehad en is helemaal nokkie. We gaan nu mijn moeder ophalen. En dan gaan we weer naar gezellig naar Laura. Want dan gaan we dan weer andere eten Laura. Met zo'n ja, andere Laura, ja. We zijn gezellig bij zus, maar die dacht dus eventjes van maak even een tattoetje. Nee, dat is niet erg, schat. Dat maakt niet uit. Wij worden zo verwend. Dat is toch geen vaste klant. Het gewoon eten. Kruidnoot. Ja, lekker. En dit is cheese met kruidnoten bodem met mandarijnengelei topping. Nou. Het klinkt heel schoon. Heel lekker. Nou, dat weet je nog niet. Nou ja, zo ziet het er wel uit. Dus dat komt wel goed. Goedemiddag. Het is alweer de volgende dag. En helaas is Jesse Silver toch weer ziek. Hij had dit keer wel koorts. Ja, het was of dat of hij verandert in een zeehond. Ja, precies. Een van de twee inderdaad. Rond 6 uur stond hij naast mijn bed met 39.1. Nou, gelukkig zou ik al thuis werken. Ook omdat ik weer een gesprek had met mijn bedrijfscoach. Omdat ik in het tweede spoortraject zit voor in verband met de borstkanker. Dus het was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Maar hij blaft zich nog steeds het apenzuur. En Sergio die begint ook een beetje te snotteren. Ik dacht inderdaad wel een beetje koorts te hebben ook weer. Ja. In elk geval weer snot verkouden. Doe het tegen mij. Hoe voel jij je, schatje? Beter. Iets beter? Oh. Ja, ik weet het niet. Maar dat is... Hey, klink. Ik ben een beetje minder. Ik ben minder. Oh, had jij de kliko nog gedaan? Ja. Nou ja, stond verkouden en hopelijk... Minder ziek. Minder ziek, dat is heel goed. En wat ik mij afvraag is, hoe kan ik nou in hemelsnaam zo bevattelijk zijn voor al die verkoudingsvirussen en jij nauwelijks? Nou ja, toevallig sta ik, is net het interview uit, dat ik sta in Stichting Supervrouw. Ja. Dus mama, ik denk dat mama, dat het mama, eigenlijk al gewoon mama, zegt. Oh, ja. Mama. Ja? Ik voel me minder beter. Je minder beter? Ja. Dus je voelt je slechter? Ja. Oh, dat is dan weer niet zo goed. Nee. Ja, nou ja, ik weet het ook niet inderdaad. Ik ben natuurlijk laatst even goed ziek geweest. En toen had ik echt een bacteriële infectie. Ja. Maar ja. En bij onderhaven kan ik verkouden. I don't know. Een beetje van die 24 uur griepjes. Ja, precies. Nou ja, het gekke was dus dat Jess me wakker maakte met 39.1. Dus nou ja, dan maar niet naar de opvang. En dat liep toen op een gegeven moment een beetje af. Toen had hij 38.4. Ja. En toen had hij op een gegeven moment 37.6 of zo. Ik, dat is goed. Nou. Ik heb hem laten slapen op een gegeven moment. Word je wakker? 38,9. Ja. Dus het gaat echt... Maar ja, het zal er wel bij horen. Sergio is in ieder geval inmiddels thuis van werk. En we gaan even twee leuke dingen doen. Namelijk, onze retro stoelen zijn klaar voor op de zolder. Super tof. Ben zo benieuwd hoe ze eruit zien. Het kostte wat, maar dan heb je wat. Hè? Precies. Dus dat waren eigenlijk de oude lederen zwarte stoelen van zijn vader. En die hebben we laten omlederen. Ik weet niet of dat een woord is, maar... Omlederen. Gooi opnieuw hem erin. Opnieuw bekleden. Omlederen, inderdaad. Hou hem erin. Ik ga hem erin. Naar roze en blauw.
Maar wel... Ja, dat had ook nog wat voet in de aarde. Ja, precies. Bestellen van het leer, maar... Het is uiteindelijk goed gekomen, dus ja. Licht roze en licht... ja, het is een beetje mintkleur. Mint, ja. Zei je nou blauw? Ja, ik zei blauw, maar... Het is mintgroen. Ja, het is mintgroen eigenlijk, inderdaad. Daarnaast hebben we een lamp besteld voor buiten bij de deur. Ja, bij... Ja, precies. Deze is niet solar, want die kon wel aangesloten worden, maar wel met bewegingssensor. En nu zijn we dus nog even aan het zoeken naar een licht voor de rest van de... Van de gevel. Van de gevel. Waar we dus geen stroompunten hebben laten maken. Nee. Dus dan willen we eigenlijk met solar werken, wat trouwens toch ook gewoon deze tijd een stuk energiezuiniger is. Absoluut, alleen ik hoop gewoon dat ook in de mindere maanden, qua zonuren, dat ze dan ook gewoon wel fatsoenlijk blijven branden. En dat ze ook langer levensduur hebben, zeg maar. Ja. En hier is ze na een half jaar al nog maar 60% opladen of zo. Nee, precies. Nou ja, goed. En we moeten sowieso misschien informatie vragen van of er ook bijvoorbeeld gewone batterijen in kunnen. Nou ja, die jij gezien had, dus wel. En ja. Dat was wel een plus. Ja, want die had oplaadbare batterijen die dus werden geladen door de zon. Maar ja, als de batterijen in zitten, denk ik dat je er ook gewone batterijen in kan doen. Maar goed, we waren er nog niet helemaal uit of we die gingen doen, hè? Nee, ja. Ik vind ze wel heel leuk, maar ze zijn gewoon zo anders als die we dus wel gaan aansluiten op het stroomnet. En ik weet niet, ik dacht dat het verschil een beetje te groot was. Ik vind ze iets moderner. Maar ik zou zeggen, lul jij lekker in de camera. Ik ga even geld pakken. Oh ja, dat is goed. Ik denk, wat gaan we nou hier doen? Ja, dus dat. We hebben ook spotjes besteld voor in het perkje tussen onze opritten. Dus die moeten ook binnenkort komen. Papa, gaan wij niet mee? Papa, die moet even geld pinnen. En dan komt hij weer terug. Gaan we dan verder rijden? En dan gaan we verder rijden. Is dat akkoord? Is dat geaccordeerd? Nee. Oh. Hey. Heel tof. Wauw. Mooi, hè? Ja. Kan je lekker op zitten? Nou, we zijn thuis. We hebben de krukken... opstaan. Eentje heb ik al in elkaar gezet. En het is een soort van achter de schermen nu bij een nieuw spelprogramma van Sergio en René. Hoe het gaat heten, dat weten we nog niet. Wel is het zo dat wij een aantal decorstukken hebben dat we dus kunnen verplaatsen door de zolder heen. Onder die decorstukken staan zeg maar wieltjes. En op twee van die wieltjes zitten remmetjes. En als je die remmetjes er dus niet afhaalt... Ja, dan heb je dus René op de knieën. Hoe lang zit het erin? Ja, sinds mei... Juni, juli inderdaad. Nu al helemaal naar de Gent van. Helemaal top. Het is inderdaad... Ja, het is en blijft vinyl. En dat is gewoon dun, redelijk dun zeil. Is wel ontzettend kwetsbaar gebleken. Terwijl dat we nog eventjes kijken hoe deze Haagse schone vloer probeert te redden. Ja. Nou ja, het is niet anders. Kleedje hier, kleedje daar, alles voor elkaar. Ik zie je denken, hoe maak ik hem schoon? Heel gemakkelijk, niet. Ja, je moet er toch maar mee lachen dan, hè. Ik ga de andere kruk in elkaar zetten. Tada! Dit zijn ze geworden, jongens. Hey, het zit lekker, joh. Ze zitten nu op met zijn grote kont. Ik zie vooral helemaal niks van de stoel. En dat geeft niet. Ja, leuk, hè? Ja. Nice. Heel blij mee. Het is eindelijk droog buiten, dus ik ga onze lamp ophangen. Want ik moet een paar gaatjes boren en daarvoor moet het wel droog zijn. En ik moet hem aansluiten op stroom. Dan kan ik die er wel afhalen, maar het is toch fijner als het droog is. Dus
uitpakken, boren, ophangen. En eindelijk hebben we dan een lampje bij de voordeur. Oeh, fancy. Moet niet heel moeilijk zijn. Nou, zonder complicaties of whatsoever. Hebben we een lampje. Ik hoop dat hij het vanavond ook gaat doen. Dat is even afwachten. Maar hij zou het moeten doen. Nou, als het zo donker is. Hè? Gefixt. Check van de list. Niet verder met het volgende. Even woesa. Baby, it's cold outside. We staan dus buiten. Buiten, ja. En dat is omdat jullie natuurlijk al gezien hebben dat Sergio heel goed bezig is geweest. En dat we eindelijk licht hebben, als het goed is. Eindelijk, want we wonen hier al zeker een half jaar. Nee, ja, maar het is toch wel, het is nu donker. Winter en ja. Het is met 6 uur is het al pikdonker. Ja, nou, wat dacht je van 's ochtends als ik weg moest? Dus ja. Ik gewoon nog moest. Precies. Moet. Ik ben een beetje moe. En als je dan thuis komt, dat je sleutelgat niet kan vinden, dus... Wat ben je... Hoppakee. Echt al aan het begin van de overheid pakt hij hem echt gelijk, ja. Hè? Echt supergoed. Ik ben echt blij mee. Vind je het lampje het lampje dat erin zit ook goed? Nou, hij mag ook wel wat gezelliger op zich. Ja, hè? Het is wel echt heel wit in je face. Ja, het is wel... want ook de glaasjes in het lampje zelf, zeg maar, heeft geen filter. Hoe zeg je dat? Nee. Sticker, bekleding, iets. Maar kan je het lampje dan vervangen dan? Ja, ik heb het lampje er zelf in gedaan, dus. Oh, jij hebt het lampje erin. Ja, er zat geen lampje bij. Oh. Er wordt meestal geen lichtbron bij geleverd. Nee, hij mag wel wat warmer van mij, precies. Ja. Maar het is wel duidelijk dat er iemand voor de deur staat. Dus dat als er iets gebeurt, dat mensen ook kunnen... Ja. Ja, dus super blij mee. Dus in dit super witte licht gaan we afsluiten. Ja. Hopelijk vonden jullie dit weer een leuke vlog. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan krijg je alle video's weer mee als wij iets uploaden. We zien weer heel graag jullie reacties. En voor nu zeggen wij nog een hele fijne avond. Tot de volgende video. Ciao.